Nick Oosterlee, na een moeizame eerste helft toch nog een dik verdiende overwinning op Hardenberg. Klopt dat? Nou, dik verdiend vind ik niet. Ik vond Hardenberg goed spelen, goede ploeg. En ik heb hem aardig zitten knijpen hoor, langs de kant, dat kan ik je wel zeggen. Het meest opvallende, een hemelsbreed verschil tussen de eerste en de tweede helft van Rijnsburgse Boys. Wat ging er mis in de eerste helft of wat ging er goed in de tweede helft? Nou, we konden in de tweede helft wat meer druk geven. En in de eerste helft stonden we heel veel in de zone. En daardoor hadden we eigenlijk nooit de tweede bal. We hadden nooit echt druk op de bal. En in de tweede helft deden we dat beter. Zijn we wat meer vanuit het middenveld van Hardenberg gaan spelen. En hebben we geprobeerd Kouraye echt aan Ronald te koppelen. Waardoor zij de lange bal moesten gaan geven. En we wat makkelijker in het spel konden komen. En maar dat hebben de jongens goed gedaan in de tweede helft. Heb je niet geprobeerd om dat al in de eerste helft aan te pakken? Nou ja, kijk, we zien dat gebeuren in de eerste helft. En Dick en ik zagen ook dat we problemen hadden met nummer 8. En dat roep je dan wel vanaf de kant. Maar vaak is het ook moeilijk om dan tijdens de wedstrijd... Dan zitten die gasten zo in zo'n wedstrijd. En om het dan om te zetten, dan kan je vaak ook toch even wat haperingen. En dan kan je dat beter even in de rust doen. Daar hebben ook sommige spelers een zegje gedaan in de rust. En dan komen we er samen uit en dan is de uitvoering in de tweede helft een stuk beter. Ja, en dan kan je alleen zeggen, dan maak je het onnodig lastig door die derde niet snel te scoren. Ja, goede keeper ook. Pakte een paar keer goede ballen van Riley. Had een beetje pech vandaag. Een paar keer goed uit de draai, bal een keer vlak langs. Maar wij hadden ook, Richard hield ons ook een paar keer goed in de wedstrijd. Pakt ook een paar goede ballen. En Hardenberg is gewoon een goede ploeg. Dat zie je vandaag ook. Ja, dat wist je al uit de heenwedstrijd. Wel opvallend, toen scoorde je pas de eerste treffer 8 minuten voor tijd. Terwijl je daar al veel eerder recht op had. En vandaag in de 4e minuut gelijk de eerste aanval. Gelijk de 1-0 voorsprong. Wel opvallend, hè? Ja, het was alleen niet zo dat voortkwam uit een goede aanval van ons. Het was meer dat Danny heel alert was. En Danny maakte hem fantastisch af. Mooi goal, moet ik even terugzien. Maar mooi loppie over de keeper. En als het zijn bedoeling was, is het nog genialer. Eerlijke vraag, die 2-1 voorsprong, zat je hem toch al te knijpen op de bank? Nou, dat zei ik er net al. Op een gegeven moment had ik zoiets van fluit maar af. Maar ja, toen stond dat bord nog op 68 minuten. Ik denk, nou, we moeten nog 22 minuten. En dan zit je eigenlijk te wachten op de 3-1 van ons. Ja, en die valt dan. Dan zit je toch een stuk makkelijker. Maar ja, dan geven we toch maar weer 2 minuten voor tijd zomaar een kopbal weg. Stappen verkeerd en slordig. Slordig. Van tevoren wist je, wanneer je deze wedstrijd zou winnen, dan zou je naar het linker rijtje gaan. Dat is gebeurd. Volgende week winnen en je zou zomaar in de top 4 terechtkomen. Ja, dat is wat. Hè. Ja, joh, we zien het wel. Ik denk dat het belangrijkste is dat we wegkomen bij de onderste plaatsen. En dat we ons veilig spelen, zodat we volgend jaar hier ook nog topklasse spelen. En we leven gewoon van wedstrijd naar wedstrijd. En vandaag ging het moeizaam. We hebben wat makkelijkere wedstrijden gehad de afgelopen periode. Maar we winnen hem vandaag denk ik ook op een stukje karakter. De ploeg was ook heel blij. Doelpunten werden echt gevierd. En we hebben 9 uit 3, geloof ik. Dus dat doen die jongens goed. En we zijn op de goede weg. En kijk, als Piet de Flap op donderdagavond lekkere vis bakt voor ons, dan ga je dit soort dingen krijgen.